Goedemorgen mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog en ik ben een beetje moe. Maar ik werd wakker van het geapp van Manon en Gisela. Want we hebben zo'n groepsapp aangemaakt voor vakantie natuurlijk. En toen ik wakker werd, las ik dat ze wilden gaan joggen. Eigenlijk wilde ik niet, ik ben een beetje lui, maar ik kan niet onderdoen. Het is goed voor mijn conditie, lekker sporten. Dus we gaan gewoon meedoen, ze zijn al beneden. Dus ik ga snel kikken op. Want ze wachten op mij. Ik zal wel niet een keer. Wauw. Mijn hoofd ziet er echt dik uit vandaag. Net wakker zoals ik net zei. Dus daardoor komt het. Jezus. Hey. Vroege vogels. Ik wilde eigenlijk slapen, man. Miami. Ze lopen steeds langzamer. Ja, Kijk, gaat hem allemaal langzaam. Laat ze maar een beetje volmaken. Zijn we weer goed voor vandaag. Daarna, daarna gaan we naar de gym. Gaan we even naar de gym. Sowieso. Tikkelingen. We zijn op de helft. En nu moeten we nog terug gaan lopen. Ja man, het is kapot. En de zon schijnt niet eens zo fel. Alsnog, kijk hoe nat. Vetverbranding. Die T-bone, van gisteren. T-bone. Jawel. We kunnen vanavond weer alles eten toch? Ja man. Alles eten. Alles eten gewoon. Verbranden toch wel. Ja. Oh, je bent nat man. En natuurlijk gaan we ook weer een gym opzoeken. Of tenminste, we zijn al bij de gym, zijn al een tijdje bezig. Allemaal. Ik heb genoeg snoep, chips in zijn kast gezien. Ja, klopt. Dan moet je ook trainen. Ja, snap je? Moet op, maar moet ook verbrand worden toch? Zeker. We zijn goed bezig. Ja, sowieso, moet wel. We kunnen gewoon lekker eten wat we willen. We gaan weer even geven. Laat zien, Jumbo Power. Jongen, jongen. Kauwelen. Laat even aan de kijkers zien wat je kan. Geef ze een beetje power van je. Power Ranger. Netjes. De training zit er alweer op. We hebben net even lekker ontbeten. Volgende keer of morgen doen we een andere volgorde. Want nu gingen we eerst joggen, trainen. Daarna pas eten. Maar in het vervolg gaan we eerst gewoon goed eten. Beter. Ja. Ik hield het echt niet meer vol. Maar ja, gelukkig is het nu voorbij. We gaan even snel douchen, klaarmaken. En dan gaan we volgens mij even een paar malls bezoeken. Want vanochtend zag het weer er niet zo tof uit. Dus we hadden al besloten om naar de malls te gaan. Nu is het wel wat beter. Maar ja, we kunnen altijd nog strand pakken. Dus we gaan even een paar malls bezoeken. We zijn nu in de Nike Store. In de Dolphin Mall. En ik ga denk ik even hardloopschoenen halen. Ik heb ze al aan. Ik ga ze denk ik wel doen man. Want met die Adidas rennen, spaya. Allemaal heeft ze ook aan. Hoe zitten ze? Ja, maar het zit goed. Zijn goed, hè? Ja, hè? Ik ga nog nadenken of ik het ga doen. Maar het is wel goed. Het is ook lekker om mee hard te lopen, toch? Mooie prijs. Ja, toch? En het is druk hier. Helemaal, hè? You like this? Ja, dat is het. Spensie. Of dat hier een zin is in de hoofd? Mati. Hey, die mal is groot man. Ja hè? Maar is te veel voor dames man. Ja hè? Is minder, dat is wel minder. Altijd voor dames. Meer keus. We blijven maar lopen. We gaan ze zoeken. Ja, maar altijd. Is minder.
Je moet niet reageren, je moet ageren. Zou je wel kunnen zeggen? Vertel even aan de kijkers wat voor schoen je wil halen of... Ja toch, ik heb net een film van die Air Max, maar nu twijfel ik. Ik heb nog andere kleuren gezien. Eigenlijk is het om te joggen, maar ik wil het ook gewoon normaal kunnen dragen. Dus de keuze is lastig. Ja. Veel kleuren, maar ik weet niet welke. Welke ga jij doen? Uit de oude ja, kijk, als je... Kijk, zwart kan je op alles dragen. Klopt, klopt, die klopt. Andere? Die andere, blauw met een beetje oranje onder, die was ook dik. Is goed. Ja, kom, exclusief. Ja. En die zwart met wit is ook dik. Maar we zullen zien. Als we meteen Manon vragen wat zij zou doen, kom ik later met de pad. Dan kom ik erop terug. Hè? Jojo. Amo scherp. Hij heeft ze gevonden hoor. Wat eten jullie? Gezond hoor. Ja, nee. Ja, 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 ja. Gewoon boxers. Een hele zak vol met boxers. Oké, de dames gaan hun... shopavontuur vervolgen en wij gaan nu even tranquilo wat chappen. Vandaag doen we rijst, kip en banaan. Lekker hè? Ja hè? Anders dan Jumbo. Huh? Ja hè? En alleen maar nee. Ja, sowieso. 100. Fucker, Joachim leuk. Hè? Ging even een beetje handen in je billen van. Oh, was op mijn bakken toch? Ik kan mijn rug krabben. Hij filmt me. Hij zet hem gewoon op snap. Oh, dan zet hij nog Joachim Leuf. Gewoon die bondscoach van Duitsland die ging krabben en ruiken. No, 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 no. Kan niet, maar. Kan niet, kan niet. Scherp zijn in het leven. Het is verveling toch? We zitten hier al een uurtje of zo. We wachten op de dames en ze zijn nog steeds niet klaar. We zitten hier lang, hè? Een uurtje of zo. Ik ben gewoon moe geworden, man. Mulenga. Hallo. Dan willen we dadelijk nog uitgaan. Uitgaan, hoe gaan we uit? Scheuze. We gaan voor het eerst deze vakantie Wendy's eten. Check daar. Wordt lekker. Ik heb al in een eerdere vlog gezegd wat voor eten het is. Lekker dan KFC. Dus het moment is aangebroken. Ja! Ja hè? Jij hebt al vaker dan gegeten? Ja! Hot spicy chicken! Ja hè? Warming up. Warm lopen. Wordt morgen weer extra joggen. Ja man. Huh? Saa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 
spicy chicken. Op Aruba wat gaat de man nu halen? Spicy chicken. Aruba is een kipstuk, hier hebben ze niet. Fuck it, man. Ik ben van teleurgesteld. Huh? Ah ja, man. Dan maar een spicy chicken burger. Huh? Ja, ik dacht dat een kipstuk was. Aruba is het wel. Aruba is het toch? Hier hebben ze het niet. Aruba is toch? Zit door mijn salaris. Doe maar, is het toch? Oké. Do you want die laatste had die weg, zag je het ook niet? Nee. Hey, Wendy's viel tegen, man. Niet wat ik had verwacht hier al. Hier is het anders. Maar ja, we gaan dus niet meer naar Wendy's. We kunnen afvinken. Andere fastfood. Tentjes gaan we proberen, dat is van de week. Want voordat we naar Nederland gaan, moet ik wel de beste eetentjes geprobeerd hebben. We zijn weer terug in ons appartement en wat is het heerlijk om op vakantie gewoon een wasmachine en droger te hebben. Gewoon vuile was, direct wassen en de volgende dag kan je het gewoon weer aantrekken. Beste. Even snel omkleden, even opfrissen, douchen, dat soort dingen. En dan volgens mij gaan we door, hangt er vanaf of er een goede visser is. Want gisteren was een beetje sokkie. Dus we hebben nu een beetje research gedaan, maar we zijn er nog niet helemaal uit waar we naartoe gaan. Dus ik laat het aan de dames over. Dat allemaal uitpleizen waar we naartoe gaan, niks voor mij. Dus ik hoor het wel. Zodra ik meer weet, laat ik het jullie weten waar we naartoe gaan. Het is almiddels weer ochtend, de volgende ochtend. Ja, we zouden uitgaan, maar het ging helaas niet door. Mijn man voelde zich niet zo lekker, dus zijn we thuis gebleven. Maar ik was de vlog vergeten af te sluiten. Dus dat ga ik nu ook meteen doen. Maar ben je benieuwd wat we vandaag allemaal gaan doen? We gaan vandaag gewoon lekker verder vloggen. Check dan mijn volgende vlog. Bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende vlog. Ciao, ciao. Seguro o corpo, seguro o corpo, seguro o corpo, seguro o corpo, hey!